In de evangelische gemeenschap De Goede Herder in Den Haag wordt er uitbundig gezongen op eerste kerstdag. Mijn kerstgevoel is zeg maar het vieren van de geboorte van Christus. En dat wordt bij kerst benadrukt. Ook vier ik dat eigenlijk iedere dag zelf, los van kerst. Omdat ik mijn passie en mijn geloof heel erg in de muziek kwijt kan, is dus ja, het koor zeg maar een heel belangrijk onderdeel in mijn leven daarvoor. En dus mag er ook geswingd worden. Het mag allemaal wel wat minder stijfjes, vinden ze hier. Er mag wel meer wat meer blijheid van uitstralen. En we hoeven niet als in hokjes in een kerkbank te zitten. Want als je van God houdt, dan mag je dat uitstralen en dan mag je dat laten zien. Dat hoeft niet, maar mensen mogen wat mij betreft wel wat losser komen. In de Hartenbrugkerk in Leiden is ook aan de allerkleinste gedacht. Zij maken kennis met het kerstverhaal bij een levensgrote kerststal. En toen een verblinde licht in zijn kamer. In de winternacht ging de hemel open. Dat er herbergier het hele hotel vol was. En dan kwamen Jozef en Maria en toen ging de bel en zo. Toen kwamen Jozef en Maria en die vroeg of hij nog een plekje had, maar hij had niks. Het kerstverhaal zit er inmiddels goed in. En na afloop kan deze Elise zelfs al een kerstliedje zingen in een vreemde taal. Roy song gramli mos krenschun. Roy song gramli mos krenschun. Si es superas. La la fa fa drum.